Nou hoi, deze week had ik een nieuwe podcast aflevering over de 7 manieren om je passie te ontdekken. 7. En ik zou zeggen, check mijn podcast. Maar in deze video wil ik je een tip geven. Hoe kun je nu focus houden op die passies? Want misschien ben je ook ondernemer, zie je ook heel veel kansen of heb je zo'n creatieve mind en komen er allerlei ideeën op. En voor je het weet, ben je van je pad af en misschien zelfs uit je energie. Dus hoe hou je focus op die passies? Hoe blijf je doen waar je voor gemaakt bent, wat je het liefste doet? Dat is dit. Dit is dan mijn variant daarvan. Dit noem ik een passiekaart. Hier heb ik de top 5 passies opgeschreven. En vervolgens heb ik dat min of meer versierd met een hartje. Ja. En die heb ik gelamineerd en die kan ik dus tussen mijn laptop leggen, kan hem erop plakken op mijn beeldscherm. Ik kan hem natuurlijk meerdere keren maken, verspreiden door het hele huis heen, overal opplakken en op die manier focus houden op die passies. Dat wilde ik met je delen. Veel focus, veel passie vandaag, komende week en geniet van het leven.